Een vat met chloorvrije bleek zorgde vanmorgen bij de Holtink aan de Mensinkweg even voor een gevaarlijke situatie. Het vat dat in de wasruimte stond was bol gaan staan, waardoor er kans was op een explosie. Door snel ingrijpen van de brandweer was de situatie snel weer veilig voor de kinderen in de Holtink. Een van de medewerkers van de Holtink was bezig met het opvouwen van de was in het washok toen ze het vat ontdekte. Hierop belde zij met de leverancier Groothandel Sligro. Een medewerker van dit bedrijf wist niet wat hij ermee moest en beloofde om het vat morgen te komen halen. Een beetje vreemde reactie, gezien de ernst van de situatie, maar dat was wel wat hij zei, aldus de medewerkster van de Holtink. Hierna belde zij de brandweer, die het vat snel uit het gebouw heeft gehaald. Ook een tweede vat werd weggehaald, dit stond nog niet bol. Hierna werd het vat naar een veilige plek achter de Holtink gebracht, waar het later vandaag weggehaald zal worden door een gespecialiseerd bedrijf. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet het vat chemisch afgevoerd worden. Dit houdt in dat het in een dicht vat door een speciaal bedrijf opgehaald wordt. Voor de kinderen in de Holtink is er geen gevaar geweest. Zij mochten om 10 uur gewoon buiten spelen aan de andere kant van het gebouw. Het middel wordt gebruikt in wasmachines om schoon te maken en bevat onder andere waterstofperoxide.